heb niet het lef om een dinsdagochtend bijeenkomst niet door te laten gaan. Want dan gaan er echt 20 op tilt. Die zijn daar zo aan gewend. Vandaag zijn we aan het doen, een van de vele uitstapjes die wij proberen te organiseren voor de mensen van Football Memories. Een van ons had wat contacten binnen de seniorenraad in Krooswijk en kreeg het voor elkaar om een beetje financiële steun te krijgen voor een bustocht met die oudjes uit Kralingen, Krooswijk, Oost-Molenstein, door Rotterdam. Allereerst welkom hier in deze bus. Hè. Dat is voor het eerst dat we echt op reis gaan. Het zal niet zo ver worden, maar we gaan wat highlights van Rotterdam bekijken. Nou, wij proberen die Football Memory gast wekelijks in een klein groepje te vermaken, bezig te houden, met ze te praten, leuke dingen met ze te doen. En dan eens in de 5 weken, 6 weken doen we iets groots. We hebben een tocht gemaakt vanaf Woudestein en dan door de stad Rotterdam langs bijzondere gebouwen, beelden. Sander de Kramer was onze reisleider. Die vertelde dan ook tussendoor allerlei leuke verhalen over plekken waar we langskwamen. Het hilarische daarvan is dat de man van die kijkkubus, die kreeg natuurlijk alleen maar contant geld in zijn vingers gedrukt. Dus die dacht van nou, dat is wel handig, daar hoef ik niet overal belasting over te betalen. Maar die drukte op een gegeven moment een foldertje af voor alle toeristen. En die zei van al 300.000 toeristen gingen u voor. En die kwamen ook in de handen van de Belastingdienst. Dus die kwamen even langs. Die slaapt nu zoals die kubus staat. En dan zien we aan de overkant Hotel New York. Kijk eens even, prachtig Hotel New York. En zo hebben we een tocht gemaakt van een anderhalf kleine 2 uur. En die tocht eindigde hierachter bij de ballentent. Want ja, als je met Rotterdammers door Rotterdam gaat, dan moet je eigenlijk altijd even langs de ballentent. Mensen die zich aangesproken voelen tot een stapje uit de eenzaamheid. Mensen die wel met herinneringen best wel wat geholpen moeten worden. Zoeken we niet, want ze melden zich al redelijk. We hebben toevallig afgelopen week 2 berichten gekregen van mensen die zeiden: hey, ik heb gehoord van, mogen wij er ook niet? Nou, die komen volgende week een keertje langs. En als ze het bevalt, blijven ze. En ik denk dat dat zo is.